En een Lukt surprise hotelovernachting, dan denk ik van ja... Dat nee, ik doe het dus ook goed. heel vaak, dan zit ik te yeah. denken, ah, ja, misschien kunnen we wel naar Van der Valkenootdorp. Ja, Van der Valkenootdorp mag je wel uh, elke ja. dag groeien. Ja, nee, je hebt er gewoon weinig mee, hè? ik werk het aan je. Ja. Wat met de Valentine's Met Valentine's Day. Nou ja, kijk, als ik er zo over nadenk, denk ik van... Liever een goede relatie, maar geen vriendschappen, of veel vriendschappen, maar wel voor eeuwig vrijgezel? Liever geen vrienden. Want dat is het verschil, toch? <laughs> wat is het verschil met nu, bedoel je? <laughs> nee hoor, uh, een goede relatie, ja. ja? Daar, uh, daar heb ik, haal ik veel meer uit dan uh, uh, heel veel vriendschappen om me heen, maar geen relatie. Hoe, kan dat? Hoe komt dat? Ja, ik denk omdat ik wel het uh, type ben wat uh, graag tijd spendeert met mijn relatie. En um, uh, ja, mijn, uh, mijn leven is wel aardig gevuld met een uh, relatie eigenlijk. Dat is waar, ja. En jij? C-mold, same C-mold. Same C-mold, same C-mold. Ja, ik ben ook niet zo... Ik, ik heb eerder dat ik vriendschappen denk van nou, oké, okay, prima. Dan uh, dat ik heel erg vrijgezel. Ik denk niet dat ik Ja. Toch? Nee, dat is. Ja, dat is. Hij <laughs> ja, vrij, vrij makkelijk voor ons. Maar ik vond hem wel toepasselijk voor deze aflevering. Vandaar dat ik hem uh, erin gooi. Ja. Hoe is het met je? Wat heb je de afgelopen weken gedaan? Ja, het gaat wel oké. Okay. Ja? Gisteren ging het niet zo oké. Okay. Nee, Ja. Ik denk, ja, we weten allemaal hoe belangrijk slaap is. Een goede ja. nachtrust ja. voor je mentale gezondheid. En um, nu doe ik daar echt alles aan om uh, lekker te slapen. Dus vandaag, als het goed is, als dit online komt, Valentijnsdag. Ik dacht, nou, laten we daar eens wat mee doen. <laughs> oh. Want uh, wij doen er altijd zoveel mee met Valentijnsdag. Ja, Not. ik heb nog wel even zitten twijfelen door, toen ik al die leuke kaartjes zag. Het is wel echt schattig. Kaartjes? Ja, Valentijns, de merch en zo. Is er zoveel? Er is echt heel veel. ja nou, Ik moet zeggen, dus ik werd gevraagd of ik allemaal Valentijns dingen wilde proberen voor een video. Maar... Valentijns dingen? Maar dat is ja. alleen maar chocola? Ja, ik denk dat chocola en, en, en zoete uh, snoepjes. Ja, dat is niet heel... Dat ja, uh, vind dat ik ook uh, niet heel op Dat gedeelte dus, mag uh. nogal wat uh, ja, leuker. Ja, maar ik vind... Kijk, ik ben weer dan ben ik weer zo'n zeikerd. Maar ik vind Valentijnsdag, ja... Waarom moeten de ogen zo dichtknepen worden bij dat idee. Ja, gewoon. Ik weet het niet. Het is gewoon. Even de liefste. Dan word je dat. gewoon. Uh... Nee, ja, maar ik vind. Je kan toch ook gewoon. Ja, kom ik dat met dat doodgetrapte paadje. Dat kan je toch in principe altijd doen. Moet je toch? Hoef je toch geen dag voor? Te... Het ja, is maar gewoon er een hele zijn voor alle dag, voor alle dingen zijn natuurlijk waar het nou voor is, commercieel of niet. Er is dus overal wel een dag voor waar je even stilstaat bij dingen. Ik moet nog even bij iets anders stilstaan, zeg ik net te denken. Oh. Ik kreeg namelijk een, een vraag. Uh, onder, de vorige, onder twee podcasten geleden... van joh, um, als ik naar de show toe kom... ga ik even over de show hebben. Oh. De show die we nog niet hebben voorbereid. Uh, nou, zeg dat nou niet. We, nee. zijn ja, we zijn er hard mee bezig. Ja, we zijn er hard mee bezig. Ja. We zijn er goed mee bezig. Doe niet zo raar. Ja, maar mijn zenuwachtig. Dat hebben we er gedaan dan? Ja, ik heb wel videobeelden uitgezocht. Maar heb nou, jij ja, ik ben heel hard aan het nadenken. Oh, Oké, okay. is goed. Maar goed, of we na de show of mensen ook nog uh, een praatje met ons konden maken. Ja, nou het ligt eraan. <laughs> hoe, hoe jij je voelt toch? Hoe ik me voel. Nou ja, dat is bij jou wel zo. Kijk, met nou, ik mij ben naar school gemakkelijk, dus. Uh, Weet je wat het is? Want ze yeah. zei, ja, hoe kan ik dat aanpakken? Nou, ons idee was van de, van de show was sowieso om dingen, om dingen te vertellen. Maar om achteraf ook nog eventjes een praatje met jullie te kunnen oh, maken. ja, dus maar uiteindelijk was dat ja. wel het idee ook. Maar wat ons ook leuk leek, is om toch een vragenronde nog achteraf te doen. Ja. Want dan kun je natuurlijk ook een beetje... Een, ja, maar mensen willen één op één, schat. Ja, Eén op één, dan een. komt er weinig uit. Of kan twee je, op één. Kan ik je nou alvast voorbereiden dat ik niet heel erg klepperig ben? Nee, en het is natuurlijk wel zo... Er zijn uh, 150 mensen, dacht mm. ik. Ja, als we iedereen uh, de revue moeten laten passeren... in nog twee uur dat we daarna ja. hebben... Uh, ja, dat wordt heel snel, dus... Het kan wel. En we, staan, we gaan zeker... Uh, het is niet dat we het podium aflopen en dan zeggen doei en dat we er dan niet meer zijn. Nee, nee. Misschien kunnen we nog een ronde, uh, ik veel shortjes doen met z'n allen of zo. Shortjes? Gewoon even, uh, hey, even uh, uh, lekkere muziek op en uh, tch, tch. helemaal los. Tch, tch. Over de, lekkere muziek gesproken trouwens. Uh, tr uh, serveren ze daar trouwens alcohol? Nee hè? Nee. Wij zitten de laatste tijd helemaal in de deep house. Ja, de, um, is het de deep house? Maar vooral in ja, een bepaald stel. Ja, deep house. Wat dat op YouTube uh, laat zien. Oh, en stel wat dat op YouTube laat zien. Ja, ja, ja. ja maar, uh, hoe heet het ook weer? Flavor, Flavor Trip. Trip. Ja, echt een YouTube-kanaal, wat gewoon bij ons uh, naar voren is gekomen in het algoritme. En die staat gewoon elke dag nu aan. Ja, zeg heerlijk, die muziek. En, en ze laten gewoon zien. Ze zijn aan het koken. Of nou ja, soms zijn ze ook broodjes en tostjes aan het maken. Ja. Geweldig. Terwijl ze dus aan het draaien zijn. Ja, en er uh, zijn twee uh, mensen uit Luc. Luxemburg, dacht ik. En ze staan op best wel leuke locaties. En Mooi het is ook, gewoon ja. fijn op de achtergrond om aan te hebben. Lekkere muziek, goed gemixt in elkaar. En zij, zij zijn dus aan het eten. Dus perfecte combinatie van eten en muziek. Ja, en ze, zien en ja ze zien er heel hip en nonchalant uit. Ja, ze zijn heel hip en nonchalant uit. Uh, wij willen eigenlijk ook zo nonchalant. Ja, toen zei ik nog tegen jou: van, zou, ik ooit, zou ik ooit zo nonchalant kunnen zijn in het leven? En toen dacht je van nee, dan moet ik een ADHDR zijn, toch? Dat dacht ik, ja, die zijn meestal heel nonchalant, vind ja. ik. Zo heel um, is misschien natuurlijk. Ook wel weer een, uh, ja, precies. Die, die, uh, die, en, ja. en soepel en komt allemaal een beetje, lijkt allemaal vanzelf te komen. Ja, of het zo is, weten we niet, maar nee. we, we kijken er uh, met een, uh, ja, een jaloerse blik naar, toch? Ja, ja omdat, je, omdat je het idee hebt dat die mensen wat relaxer zijn, hoeft niet zo te zijn hè, trouwens. Maar mm. dat is het idee wat ik daarbij krijg. En die mensen zien er ook heel relaxed uit. Ja, als je haar zo ziet bewegen, denk ik nou. Heel zou lekker. ik wel willen, hoor, zo kunnen bewegen. Ja. ja, en gewoon ook zo vrij kunnen zijn. Maar ja, ik zit altijd naast het, uh, naast het ritme. Dat maakt er niet uit. Zij zat ook wel vaker naast het ritme, maar dat is toch gewoon, ja? gewoon opgaan in de muziek, vind ik. Oké. Okay. Maar goed. Va het ging, ging ook over een dus vandaar dat het ook maar over Valentijnsdag ging. Maar mocht je snel een praatje <laughs> met ons maken na oh ja, de oh ja. Is het een harde ja of een harde nee? Ja. Ja, oké, okay, Maar harde bij jou, ja. weten, bij jou weten we het niet. Want, <laughs> want jij weet niet of je dat trekt. Huh? Dat heb je gezegd. Of ik dat trek? Nee, daar gaat het niet om. Oh. Het gaat gewoon om dat ik uh, dat, dat lastig vind. Maar ja, dat is logisch toch? Dat is waar. Maar goed, Valentijnsdag. Ja. Jij hebt er wat mee. Ik heb er helemaal niks mee. <laughs> Zo? Nee, gewoon ik zag gewoon die kaartjes ik dacht al oh, schattig dat ja, oké, okay, okay, okay. toen dacht ik nog zou ik een kaartje kopen maar weet je wat ik met kaartjes vaak vind geven aan, aan jou oh. dan staat het in mijn huis hoezo ik betaal mee met de huur gek. ja nee daar gaat het niet om maar dan geef ik een kaartje en dan staat het er ja. terwijl ik het ook gewoon tegen je kan zeggen ja maar dat is toch leuk ik vind dat de vrouw naar de man dat wel mag doen <laughs> nee maar weet je wat het is ja kijk aan de ene kant vind ik, er wel, vind ik het goed dat het bestaat. Omdat je dan even denkt: van, oh, Misschien moet ik even iets leuks kopen. Anders denk ik daar toch ook wel wat minder aan, moet ik zeggen. Ja, in het begin van jammer, de relatie denk ik. Veel, ja. in het begin van moet jij nou zeggen, alsof jij er zoveel aan denkt? Nou, dat is helemaal niet waar, trouwens. jij neemt heel vaak lekker, wat lekkers voor me mee qua eten. Ja, oké, okay, dat, maar dat zie ik niet. Ik doe meer van een bloemetje. Ja, weet bloemetje je wat de je laatste doen? keer was, hè? wat ik zo verwonderlijk uh, vond, en ik heb dat niet eens uitgesproken: jij zegt: ja, ik ga even naar de groenteboer of naar de slager. Ik weet niet wat je zijn, dat is dan bij ons om de hoek. Ja, wat wat op zich een big deal was, want uh, ik, in de, ik, de laatste tijd vind ik dat wat lastig. Ja, Ik was me aan het opmaken. Want ik, had la, ik had rijles daarna. En toen dacht ik, weet je, waar ik nou echt zin in zou hebben, een broodje met geelworst. En komt hij thuis met zakjes? En ik zag het allemaal niet. Gaat hij in de keuken beklaars maken Wat komt er uit de keuken? Wat, wat deed ik alsof ik zelf ging eten? Een broodje Ik Ging ze op de bank zitten? Ik had een broodje gilwars in de airfryer ja. zodat hij een beetje warm was gedaan. Ik ging zo zitten. Ik zag haar ogen zo kijken. Van, wat is hè? dit nou? Waarom? Wat? Maar ja, die had ik natuurlijk voor jou gemaakt. Ja, dat was nou zo lief. En ik zo, nou, ik vond het ja, dat soort dat dingen doen wonderlijk. dus wel. Maar dat, is, dat, dat komt wel van nature. Daar hoef ik niet over na te denken. Dat vind ik wel leuk om te doen. Maar. Dat zie ik nooit zo heel erg. Dat zie ik als normaal, maar blijkbaar is dat dus niet zo heel normaal. Nee, nee. Ik heb voorheen ook wel eens getreurd om het. Uh, ja, dan moet je het allemaal aangeven. En als ergens snap ik het ook wel. En sommige mensen klagen ook al van ja, dan voelt het niet meer natuurlijk. Maar op een gegeven moment vergeet je dat wel, joh. Of het nou van nature komt of dat iemand het onthouden heeft. Jij maar... denkt er wel meer over na volgens mij dan ik. Hoezo? Nou, omdat. Over het algemeen, gezien... Ja, of ik doe vaker boodschappen. Dat is misschien dan. Nee, maar ik vind dat als ik ergens was... Uh, jij vindt het lastig om dan te doen kijken wat wa ik wil, Wij toch? doen weinig dingen nog van elkaar apart eigenlijk. Dat is waar. Dus hoe, in hoeverre kan je elkaar verrassen? Maar als ik apart van jou bijvoorbeeld in de mal ben of is ergens waar. anders ben, dan zit ik wel altijd na te denken van, oh, zou ik iets voor je meenemen? Ja, Soms precies. kijk ik dan ook wel even... En... Ja, maar ik heb soms het idee dat jij het lastiger voor mij vindt, omdat ik dan kritisch in jouw oog ben of zo. Nee, want dan denk ik zo. Oh. Maar um, vaak kom ik dan niet op iets wat ik dan mee zou kunnen nemen. Of ik ben in de supermarkt en dan hoor ik in mijn hoofd, ja, ik wil niks in huis hebben, want dan blijf ik eten. Dat soort dat dingen. Is, dat is ik hoor waar. al die opmerkingen, weet je. Ik hou ja, ja. dan te veel eigenlijk ja, ja, ja. Uh, rekening met of je er blij of niet blij mee gaat zijn. Dus, uh, maar uh, nee, ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik uh, dat iemand dan vroeg uh, ja, moet ik wat voor je meenemen? En ik dan zei nee. En als ik dan terugkwam van de supermarkt en dan niks nou, bij zich niet had, goed. dan dacht ik van, uh, oh... Ja, maar sorry, schat, sommige mensen nemen dingen te letterlijk. Als iemand uh, zegt nee, dan is het nee. Maar ja, bij een vrouw moet je er dan soms wel eens en uitgaan soms zeg je wel eens, van ja, nee, het ja. kan ook een ja zijn. Oeh, maar stel je voor dat je zegt. Trouwens, ik zeg vrouw, maar bij mij is dat ook zo. Als je zegt als iets, ik ne neem maar iets lekkers, ik nee. lekkers mee. Ja, ik wil altijd dat iemand anders maar voor mij bedenkt. Ja, want als jij zegt: neem maar iets lekkers mee, nee. dan denk ik heel vaak: oké, okay, maar. Wat vind je lekker? <laughs> <laughs> ik weet dat je het lekker vindt, maar het is heel erg Ik Moet je eens een keer verrassen op, hoor, op denk die ik. dag van wat je echt, waar je echt zin in zou hebben? Ja, maar dat weet ik zelf ook vaak niet. Ik ben heel verrast. Ik je elke dag gewoon met mijn uh, opmerkingen, toch? Ja, dat is wel waar. Je verrast <laughs> me elke dag met je opmerkingen, dat klopt. Nou. Nee, maar dat, heb je het idee dat zo'n dag zoals Valentijnsdag dan wel nodig is om dit bij sommige mensen aan te wakkeren? Want blijkbaar doen we het dus wel. Ik dacht altijd dat ik dus dat niet deed, maar dan kom je met zo'n broodje grillers van. En dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk ook hetzelfde ja. eigenlijk. Ja, maar mijn, uh, eigenlijk uh, met brood maak je mij het meest gelukkig. Dit brood. Vierkant wit brood, Met kaas of uh... vierkant wit brood, casino brood. <laughs> <Nee>, dat niet, geen <laughs> vierkant wit brood. <laughs> ja, deze is joke. Snap niemand, natuurlijk. hoezo? Huh? Dat... dat is gewoon, hij heet zo <laughs> <laughs> Hoe Heet hij Victor? <laughs> ja, Victor, hoe uh, heet je, uh, god weet pauker. Uh, Gert, Samson uh, en Gert, uh, Gert uh, Gertse uh, zoon, het verhulst. Verhulst, ja, die ja, die, die noemde, noemde ze, vierkant ze vierkant wit brood online. <laughs> dat dat vond jij echt hilarisch. <laughs> ja. En dat heb je onthouden. Dus als jij wit brood zegt, zeg ik altijd vierkant. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed. Um... Wat zei je nou? Of mensen nou, ze ja. het nodig hebben. Ja. Valentijnsdag. Nou, Want er wordt altijd ja. gezegd dat mannen dus niet zo heel erg romantisch in dat op zich zijn. Dat ze dat, ze dat ook vergeten. Oh, nou ja, zo. je hebt gewoon mensen die minder romantisch zijn en mensen die uh, wel romantisch zijn. Vind ik mezelf romantisch? Ik denk het eigenlijk niet echt. Ja, ik vind mezelf ook niet romantisch. Ja, dat is de definitie van romantisch. Ja. ja, ik denk dat je, dat je iets voor elkaar doet, toch, uiteindelijk. Ja. beetje, en dat je soms elkaar verrast. Ik denk dat wij misschien ook niet romantisch zijn vanwege angst, soms. Mm, ja. Angst voor afwijzing of angst voor dat iemand iets niet leuk vindt. Gewoon angst in het. An an ja, al zich. Ik weet niet hoe ik me dan voel op die dag. Angst. Oh ja, precies. Dus, dus, dat is wel zo, hè? We willen denk spontaan aan een, zijn, maar we zijn het we, ja. We zijn het niet. We dat kunnen ik wel eens het, het lukt denk dan een surprise hotelovernachting, dan denk ik van ja. Gaat te veel beer op de weg. Dat Heb ik dus ook heel vaak, dan zit ik te ja. denken: "Ah ja, misschien kunnen we wel naar van de Valkenootdorp." Ja, van de Valkenootdorp mag je ja. maar elke dag groeien behalve Ja, weet ik, maar dan je een week de agenda, van de maand. Dan zit ik aan naar, in de agenda te kijken, dan weet ik dus niet wanneer je ongesteld wordt. Dan kan je gewoon oh, moet je die anders ook op jou? Lijkt me wel handig, ja, want dan kan ik in ieder geval weten wanneer het is. Ja, ja want dat is het ook. En, en of dan zie ik dan die week erop. Oh, we hebben wat dingen staan, dat vind ik Lena dan niet fijn. Dus dan ga ik allemaal, eigenlijk ga ik dan allemaal al negatieve dingen slopen bedenken. Ja. Terwijl ik ook kan denken: van ja, nou, ze, hebben, ze hebben pech. als ze het niet leuk vinden, dan gaan ze niet. Dan ga ik alleen. Ja, hier. Gaat het niet gebeuren. Ik ben zo dominant. <laughs> ja, maar het zelfverzekerd. Ik denk dat ik dat, dat en ik dat denk dat jij dat ook een klein beetje hebt: dat we te weinig zelfverzekerd zijn voor dat soort dingen. Terwijl we elkaar hartstikke goed kennen mm. en goed met elkaar weten om te gaan. En dat we. Echt, uh, we geven om elkaar, we willen echt het beste voor elkaar. Maar dat durven we dan toch niet? Nee, maar en wat is, dat dan? is het voor mij een meerwaarde dat je af en toe een verrassing voor me hebt? Ik weet het niet. Ik vind, het, uh, vind de dingen die je nu al voor mij doet eigenlijk al uh, fantastisch. Maar elke avond, ik zat er eergisteren nogal over te denken... met als je lekker avondeten aan het maken was en dacht ik... oh, dat is eigenlijk heerlijk dat ik elke dag heel lekker eten krijg. Ja, dat vind ik eigenlijk al heel erg uh, fijn. Dank je, schat. Ja, en Ik denk dat jij ook precies zo denkt als, als je de stofzuiger door het huis ziet gaan, toch? Ja, maar ik weet niet. Ik, ik, nou, weet je wat is? Jij hebt nog iets lekkers wat je krijgt. Wat heb ik? Nou, het is wel opgeruimd het huis. Dat is waar. Nee, dat vind ik ook fijn, hoor. Dat is echt. Nee, dat denk ik ook wel eens Over na van, nou, dat is wel chill. Maar ja, aan de andere kant. Jij hebt zelf ook wel eens gezegd dat je het lekker vindt dat je nooit meer de was hoeft te doen. Ja, dat vind ik heerlijk. Dat ik niet eens hoeven na over te denken. Dat je dan af en toe. Een nee, maar dat uh, doet het ook allemaal goed. Dat doet het ook tegenkomt. allemaal goed. Dat doet ook allemaal goed. Oh, dank je schat. Ja. ja. Nee, maar het is meer. Um, Oh, mensen... moeten het misschien vaker tegen elkaar uitspreken ja. dat is het. Ik denk dat het vooral vaak in ons hoofd afspeelt dat ik denk ja. ah fijn, maar dat je dan niet het het, het uitspreekt en misschien dat zo'n dag als Valentijndag dan schrik je het uit. Want ja, dan, heb je wel dan dacht zag, dat je het uitspreekt. Dan kan ik een hele kaart schrijven met wat ik allemaal leuk aan je vind en je voor me doet. En dat is wel zo. Wat we voor elkaar doen. Ja, dus ik denk dat 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 dit soort dagen zoals Kerst en dat soort dingen misschien het is heel commercieel, het wordt commercieel aangepakt en zo. Maar in de basis ergens zit er wel iets interessants in of iets fijns in. Zodat ja. je een dag neemt van weet je, ik waardeer je echt. Mm. Want normaal ga je dat toch niet doen. Nee, ik heb op sommige momenten dat ik dat soort gedachten heb van oh wat fijn. Dan denk ik dat het een soort van voor mezelf uitspreek het al naar jou toe komt. Terwijl het eigenlijk er niet is. Precies, heb ik ja, hetzelfde. Heel ja. raar eigenlijk. En zo'n dag als Valentijnsdag kan best wel ervoor zorgen dat je toch even de waardering naar elkaar uitspreekt. Ook al kan, dat elke dag mensen doen het gewoon. En ook al vaak voelt dat misschien ook dan omdat het zo'n dag is. Ja. Maar aan de andere kant, wanneer ga je het anders doen? Uh, uh, over uh, um, uh, uh, waardering uitspreken en wat je vijft in de ander... wat vind jij van al die love languages? Welke? Nou, dat je bijvoorbeeld extra service en uh, words of affirmation... <kijf> dat je zo'n test kan doen online en als je dan daarachter komt... wat jij van het partner fijn vindt en ja, hoe nou, jij die je liefde toont. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Ja, wat ik daarvan vind, ja, dat is gewoon weer bedacht door, door, door iemand. Ja, ja. dat is sowieso met nee, alles. Ja. <laughs> ja, maar snap je wat ik bedoel? Ja, uh, uh, ik denk dat ik iemand ben die uh, vooral toont in plaats van zegt. Nee, iemand, en ik probeer het ja. al te zeggen. Maar dat vind ik dus ongemakkelijk. De reden wat, waarom ik dat zeg... is oh. omdat ik me vaak, mezelf nu heel vaak hoor zeggen... wat je allemaal voor me doet. Yeah. Terwijl er zijn natuurlijk genoeg mensen die dan denken... van ja, maar liefde haal je niet uit... wat een ander voor je doet, bla, bla, bla. Iedereen haalt liefde op een ander vlak uit iets. Maar... Uh, ik merk heel erg dat jij uh, uh, van me houdt als jij bijvoorbeeld een broodje geelworst meeneemt dan denk ik oh, je denkt aan me en je weet wat ik lekker vind dat is voor mij dan een soort van de, de teken dat jij liefde aan mij toont ja. en ik ben heel vocaal over um, Um, dat ik je leuk vind en Maar vind. Ik, ik merk dat ik dus heel erg nodig heb... dat <laughs> iemand dingen voor mij doet. En ik stofzuig voor ah, jou. Okay. Ja, maar ik wil ook broodjes trilworst. <laughs> wil jij een tril trilworst? Nee, nee. Nee, ja, ik weet het dus niet. Ja, wat, wat, maar wat vind jij fijn om te ontvangen? Want jij wil eigenlijk... Want ja, dus ik vind het dus heel fijn... als jij ergens naar een supermarkt gaat... of je, ik, je spreekt met je vader af... en dat je dan thuis komt... en dat je dan bijvoorbeeld een uh, boeeno mee hebt genomen... of een uh, cadeautje, iets lekkers eigenlijk al? alles in de vorm van eten, eigenlijk wel ja, een colaatje. Cola en ja kolaatjes kan ik je altijd blij mee maken toch? Ja, maar uh, nee dat uh, dan dan denk ik. Dan, ho dan hoort je het tssst, en dan is het. Oh. Ja, maar dat is het fijnste moment eigenlijk <laughs> nee. van je leven dat je gewoon merkt en dan gaan die over de cola hebben, <laughs> dat je merkt dat een ander aan je denkt. Dat vind ik <laughs> ik dacht denk dat je over de cola ging ja. hebben nu. Ja, ja precies, dat je iemand anders aan je denkt. Nou, dat, ik moet zeggen dat ik dat dus ook wel fijn vind als iemand anders aan me denkt. Ja. Dat doe ik toch ook? Geintje. Nee, ik zie je maar te geint. <laughs> Moet ik me nou uh, gaan bewijzen? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, hoor, Nee, nee um, ja, ik denk dus dat zo'n dag wel echt oprecht voor heel veel mensen wel daar baat bij hebben. Maar gaan wij wat doen? Nee, toch? Heb je iets gepland staan? Nou, ik zag dus dat er bij de Van der Valk Valentijnskorting korting was. Ja, niet voor de een of ander of zo. Is dat een hint naar mij of nee, ga jij nee, of een geintje. Hint, en, nee, Ga jij iets doen? Dat is een grapje. Wij vinden het juist fijn op dagen te gaan wanneer bij de nieuw. Ja, op zondag gaan gaat. we toch? Ja, vaak. Mm -hmm. Want dan is, het, dan is er niemand in het zwembad. Mm -hmm. Maar, uh, in het verleden deed je dus ook niks met Valentijnsdag? Ik heb het wel eens oh, wat gedaan. Oh, nou, wel eens maar. een kaartje of uh, inderdaad iets kleins. Mm. Maar ja, eerlijk gezegd denk ik er niet zoveel meer over na bij jou. Omdat je al denkt dat ik weet dat je... Omdat we elke dag al elkaar alle liefde geven die er nodig is. Wat fijn, ja. schat. Zo zoetsappig. Ja. Is dat zo? Vind je elkaar echt de liefde geven elke dag? Oh ja, we hebben ook wel van onze kribbige gedagen, maar we sluiten eigenlijk altijd goed af. Ja, ik moet zeggen, we hebben weinig we nog ja, we echt ruzie, vind ik ja, zelf. Toen of we niet überhaupt... geslapen hadden, waren we allebei een beetje kribbig. Ja, ja, maar dan laten we elkaar toch ook een beetje? Ik heb niet het idee dat we echt dan echt lopen te fit op elkaar zijn. Nee, ja, ik zet dan maar gewoon mijn koptelefoon met white noise op. Dat is lekker. Als dus je last hebt van oorzuizen, moet je even white noise opzetten. Ik probeer het al na te boten. Ik hoor het, ja. ja. Ik hoor geen suizen meer. <laughs> ja, nee. Oké, okay, dus dan. Ja, ik heb dat ook al een beetje. Ik probeer ook steeds meer te leren dat ik niet gelijk op iets in moet gaan bij jou. Oh ja. Dus, omdat je soms ook even erover na moet denken of zo. Ik vind het ja, lastig. Wel, want dat was, mijn was zo, ja. eerste uh, idee is. ik moet... Te ik, oplossen. Ik, oplossen. Oplossen, oplossen, oplossen. Ik wilde zeggen, ik moet er tegen gaan. Nou, als het is je dan maar niet oplossen, zo tegen mijn gezichtje aan de reuzen. <laughs> ja, zeker nu niet. Hij huh? heeft uh, het andere keer nog wel. Oh, over. kies. Kies. Ja. Yeah. Je kiest. Nee, het is geen nee, dat weet ik. Je kiest. Nee, maar goed, ja, ik, um... ja, nee, je hebt er gewoon weinig mee. Hè? Ik werk het aan je. Wat met Valentine's? Met Valentine's Day. Nou ja, kijk, als ik er eens over naden dan denk, van het is wel goed dat het bestaat. En ik denk dat het wel uh, uh, mensen toch ergens even erop wijzen van oh ja, het is belangrijk om tegen je liefde uit te spreken. Van joh, uh, ik waardeer je om dit en dit. Ja. Of uh, ik heb een leuk cadeautje voor je, of ik heb een worstje Bloemen. Maar dat. Het, het mooiste daarvan zou zijn als je het vaker kan uiten. Nou, dat zit ik ook wel een beetje te denken. Want dit soort dagen voor mensen die eenzaam zijn... kunnen juist best wel dat het idee geven van... oh, ik heb echt helemaal niemand. Ja. Um, en dan zit ik dan ook wel eens te denken... Ja, hebben we niet bepaalde dagen dat we een kaartje naar elkaar sturen? Maar ook dat soort dagen denk ik dat dat eigenlijk... Het is een idee. juist een beetje teleurstellend kan zijn ja. als jij alleen thuis bent en je krijgt op die dagen geen kaartje of weet ik ja. wat. Ik denk dat we als mensen over het algemeen, als we even aan iemand denken, een berichtje, een kaartje, dat dat meer in ons systeem moet komen. Ja, we willen eigenlijk inderdaad ook met onze shop willen we dat toch iets mee gaan doen, met kaartjes. Maar ik zou dat denken inderdaad aan een soort van uh, ja, en dan omdat niet iedereen uh, uh, heel veel mensen om zich heen heeft, om dan toch een soort van kaartjes naar elkaar te kunnen sturen. Ja, wat zouden we daarmee kunnen doen? Misschien ja. kunnen de kijkers of de luisteraars er ook aan meedenken. Ja, dat lijkt ik me wel leuk uh, dat je een soort van uh, kaartjes, uh, net zoals je zo'n... Kettingbrief uh, of zo. Ja, dat inderdaad. Maar een kaartjesbrief. Ja. Of ka kaartjesketting. Ja, of het gewoon een leuk kaartje naar elkaar stuurt. je op een met, gegeven moment uh, zo'n pakket binnenkrijgt met allemaal kaartjes. Dat je gewoon weet dat wat iemand leuk vindt of wat iemand ja. leuk vindt om te horen. Of uh, bijvoorbeeld, uh, ik vind het heel leuk om een verhaal over je kat te horen. Dat je dan een leuk verhaaltje erop schrijft. Ja, precies. Dat soort dingen. Ja, ja. Ja, misschien zouden we daar dus mochten jullie daar ideeën over hebben, laat het vooral weten. Mm -hmm. Onder de video of DM ons op adventgezellig of even ontprikkelen. Ja, Is er nog iets wat je eraan toe wil voegen? Misschien kaartjes naar elkaar sturen. Ja, zou kunnen. Moeten we wel kaartjes ontwikkelen daarvoor? Nou, die hebben we nog nodig, maar we, ja, nou ja, komt wel goed toch? Komt wel goed. Snackje van de week? Snackje van de week. Vertel er eens wat over. Nou, nee, is eigenlijk de dank aan mijn zus deze tip. Want um, die uh, Zie je het inderdaad. <laughs> houdt van uh, biological kosten. Dus is heb ze vanochtend gehaald. Nee, die houdt van biologisch eten. Ja. En zij gaf deze aan mij. En dan moet ik zeggen, ik vind die gewoon met minder puur. Vind ik lekkerder hoor. Hij is wel 92 Ja, nou, ik, ik vind deze best heftig. Maar vergeleken bij andere pure chocolades die echt wel goed te doen. Okay. Uh, als in um, de snack van de week is eigenlijk deze in blauw. Oh. Ja, die blauwe reep van Vivani. Maar je moet dat uh, chocolademerk, als je een keer in de eco of een biologische winkel bent. en je denkt: oh, ik wil nou echt eens even goede chocola. moet je die even proberen. Want chocola. Chocola. Ik vind het echt, vind het echt heel lekker. <laughs> nou, top. Ga je ja. deze week nog wat leuks doen? Eh. Uh, chocola eten. Ja, ik hoop verrast te worden met een Valentijnspakketje. Maar nou, we gaan het zien. Nou, tot volgende week.